Wat ik altijd wel belangrijk vind, is dat er een bepaalde energie in zit. Een simpelheid. Een heel duidelijk beeld wat je in één keer kunt pakken, wat energie uitstraalt. Ik ben Carli Hermès, fotograaf, en we zijn in mijn studio in Amsterdam. Ik werk vooral met mensen, omdat ik dat interessant vind. En omdat je nooit weet wat je voor de camera krijgt en wat de gemoedstoestand van iemand is. Voordat je begint, dan moet je wel een bepaald idee in een richting hebben. Je hebt mensen nodig, je hebt spullen nodig, je hebt een cast nodig. Dus je hebt wel een basisidee, maar het uitwerken van dat basisidee, dat doe ik het liefst op de set. Om dan nog verder te gaan klooien en uit te werken wat je zou willen doen. Want ik wil mezelf ook verrassen, namelijk met dingen die ik niet van tevoren had kunnen bedenken. Ik was als kind altijd al met plaatjes bezig, echt een plaatjesman. Ik kreeg zo'n oud cameraatje van mijn ouders. Ik vond het zelf heel vanzelfsprekend dat ik daar iets wel mee zou doen. Op een gegeven moment dan heb je een bepaalde continuïteit in je werk, wat heel belangrijk is. Om te zien dat het niet één keer lukt, maar dat het eigenlijk altijd wel lukt. Dus het is een stijl. Ik denk dat alles wat ik de hele dag zie en doe, en wat ik om me heen zie gebeuren, dat ik dat allemaal wel meeneem in mijn inspiratie. Dus als ik een krant lees, of als ik naar een film ga, of als ik naar een museum ga, of als ik op straat fiets. Dus daar ben ik wel mee bezig. En dat neem ik mee in mijn fotografie. Ik vind dat je het uitgangspunt moet hebben dat alles wat je doet op dat moment het meest bijzonder is. Anders sta je stil. Het allermooiste is als je merkt dat de chemie klopt. Dus dat iedereen op hetzelfde level komt op een gegeven moment, op zijn dag. Dat je daardoor iets bijzonders kunt maken. Het zijn allemaal gebundelde energieën die op één hoop terechtkomen en dat kan werken. Dat is wel het mooiste moment, vind ik. Als je merkt van, dit gaat lukken vandaag, omdat alles klopt.